De koe Doortje 65 van de familie van den Bos en bedrijfsopvolger Joep Hurkens uit het Brabantse Gassel is woensdag gehuldigd als emmerijkoe van het jaar 2018. De koe is een zeer productieve emmerijkoe met raseigenschappen waar liefhebbers trots op zijn. Gefeliciteerd met Doortje 65. Daar zijn we wel blij mee, ja. Ja, zeker. Zo'n verhaal vandaag maakt je trots, ja. Want dan zie je ook dat ook binnen de nieuwste inzichten, milieunormen, wensen die uit de maatschappij zijn, dat MRI daar prima in kan functioneren. De naam komt van het gebied waar de koe is ontwikkeld. Maas, Rijn, IJsselvee. Gemiddeld produceerde Doortje in drie lijsten van 340 dagen 809 kilogram vet en eiwit. Doortje die produceert zeer goed. Een koe die makkelijk melk geeft, hoge gehaltes en ze scoort 88 punten op algemeen voorkomen. Dus correct gebouwd en daarom is ze de emmerijkoe van het jaar geworden. Dat Doortje goed scoort is best wel bijzonder. Ondanks dat wij altijd heel veel proefstieren gebruikt hebben, dat we toch eigenlijk wel een goede veestapel hebben waar we mee vooruit kunnen. En dat er dan een emmerijkoe van het jaar uitkomt die ook nog goed produceert en hoog ingeschreven staat op exterieur. Ja, het is een bekroning op het werk, laat ik zo zeggen. Emmerij is ook een effectieve koe wanneer de productie van melk en vlees in samenhang worden bekeken. De voordelen van die emmerij heeft meer grasopname, minder krachtvoer en al dat soort voordelen. En als je dat totaalplaat bekijkt, dan is de emmerij misschien meer plannenproef of minst zo plannenproef, laat ik het zo stellen, als vele andere rassen.